Vandaag, 43 jaar geleden, stond Nijmegen op zijn kop door de Pearson-rellen. Hoe kijkt de huidige kraakbeweging hierop terug? Vandaag, 43 jaar geleden, op 23 februari 1981, ontstonden de Pearson-rellen, ook wel bekend als de Krakersrellen. 14 panden in en rond de Piersonstraat zijn een jaar voor de rellen gekraakt als protest. De gemeente wilde deze slopen om een parkeergarage te bouwen. Onbegrijpelijk in tijden van woningnood volgens de krakers. Na een lange periode van onrust kreeg de gemeente toestemming van de rechter om de gekraakte panden te ontruimen. De ontruiming ging gepaard met veel geweld door de ingeschakelde koninklijke marechaussee. Daar is de politie bij ingezet, militairen, tanks, helikopters. En toen is er belachelijk veel geweld gebruikt om de krakers hier uit te halen. Terwijl de krakers alleen maar woningen proberen te beschermen tijdens de woningnood. Rond de klok van 7 uur werden de sympathisanten met harde hand verwijderd om zo de weg naar de kraakpanden vrij te maken. Er waren al redelijk wat fortificaties gebouwd, om zo maar te zeggen. Er zijn barricades gebouwd, er zijn tankgreppels gegraven, als ik het goed weet. Dus ze verwachten al redelijk wat, maar dat is eigenlijk helemaal opgeblazen. Omdat de gemeente en de provincie en de staat uiteindelijk excessief geweld hebben gebruikt. Dat later bleek dat ook helemaal niet nodig was geweest. Jantien is nu een actieve kraakgroep. Maar hoe kijken zij naar de kraakbeweging en de rellen uit de jaren 80? Ja, wij zien het aan de ene kant als inspirerend. Dat mensen zo een statement willen maken. Dat ze staan voor waar ze in geloven. Dat ze zichzelf op spel willen zetten. Hun veiligheid op het spel willen zetten om zoiets te doen. Aan de andere kant, het had niet gehoeven. Het had niet mogen gebeuren. En wij zien het dus ook wel, ik tenminste persoonlijk, zie het ook wel als een soort van waarschuwing dat het altijd weer zo kan gebeuren. Dat wat wij doen op het moment relatief veilig is, maar dat het altijd weer kan escaleren als er genoeg repressie is, als er genoeg geweld vanaf de staat onze kant opkomt. Tussen de Pearson-rellen en nu zit ruim 40 jaar. Is in die tijd de kraakbeweging veranderd? Misschien dat de manier van kraken anders is. We hebben nu wel andere methoden ook om binnen te komen soms. Ik heb nog nooit een koevoet gebruikt bijvoorbeeld, laat ik het zo zeggen. Dus we zijn er misschien wat handiger in geworden. Deels ook omdat we heel veel ervaring hebben van die laatste 40, 43 jaar inderdaad van kraakgeschiedenis. Wij krijgen nog steeds van veel mensen de reactie van, oh ja, kraak is illegaal, het mag niet, dus van iemand anders blijft er vanaf. En ik denk dat dat ook deels te maken heeft met de wetgeving die veranderd is, zeker sinds de jaren 80, maar vooral in de laatste 10, 15 jaar. Maar ik merk ook dat er heel veel mensen zijn in Nijmegen die ons wel steunen. Dat is misschien ook omdat we een krakersgeschiedenis hebben hier in Nijmegen, dus dat het ook niet totaal onbekend is. Die steun die wij hier van de stad krijgen en van alle medeburgers, zeg maar, dat is heel mooi en dat is ook heel inspirerend natuurlijk. Sinds de vorige eigenaar gestopt is met de buurtsuper, was er eigenlijk geen winkel meer op Alverna waar men de dagelijkse boodschappen kon halen. Er zijn verschillende acties geweest om weer een supermarkt in het dorp te krijgen en inmiddels is het dan zover. In het bekende Witte Huis is momenteel een combinatie van een buurtsuper, een koffiehuis en een kringloopwinkel gevestigd. Het is meer geworden dan alleen een buurtsuper. Met boodschappen, mensen konden nergens mee naartoe of ze waren verplicht om naar Wijchen te gaan. Uh-huh. Maar hier in de buurt was helemaal niks. Nou, we hadden ook een werkteam wat zijn best gedaan heeft om zoiets van de vloer te krijgen. Ik denk dat dat goed gelukt is. Een combinatie van inderdaad buurtsuper, kringloopwinkel met een combinatie van ja, lunchroom, koffiehuis. We hebben heerlijke koffie met wat lekkers erbij. Ja, het ziet er fantastisch uit. En inderdaad voor de lunch. We zijn lekker aan het eten nou. Voor de bewoners van het verzorgingstehuis dat in de buurt ligt, is het een welkome wandeling en ontmoetingsplek. Verzorgingshuis merken we dat die heel veel langskomen. Dus we merken wel dat die er heel veel gebruik van maken. Die komen hier ook uit de buurt. De andere mensen die gaan toch wel vaak of naar een Albert Heijn of naar een grote concern. Je merkt het echt dat de mensen ook elkaar gewoon weer hier, laten we zeggen, meeten. En ze komen bij elkaar, gaan ze even een praatje maken. Er ligt een krantje op tafel, ze kunnen even een krantje lezen. Buurtsuper, koffiehuis en ook de kringloop is een trekpleister.
Ook zeker voor de kringloop. Ja, even kijken wat ze allemaal hebben, of er leuke spullen tussen staan. En het verandert natuurlijk regelmatig, dus dat is wel leuk om te zien. We kiezen bewust voor ruim, ruime opzet. Voor dure dingen, maar ook goedkope dingen. Dus je kunt 50 cent besteden, maar je kunt ook €200 besteden. Jong en oud zie je in een kringloopwinkel, dat levert mooie verhalen op. Nou, bijvoorbeeld een hele oude typemachine. En dan gaat oma uitleggen van wat jij nu op de iPad doet. Dat deed je oma vroeger op de typemachine. En dan zie je die kinderen echt kijken van, waar heeft oma het over? Maar gewoon als je dat op de achtergrond dan aanvaardt, dan krijg je gewoon een heel fijn gevoel, omdat het voor jong en oud is. Deze combinatie van super, koffiehuis en kringloop zou ook in andere dorpen een mooie oplossing kunnen zijn. Er is al wel vraag naar. Ik heb er wel wat vragen gekregen, want ze vinden het allemaal geweldig. Maar omdat ik het liefst zelf er wil zijn en de service te bieden en met de klanten te praten en dat soort dingen, dus is het lastig. Ik kan me niet overal, laten we zeggen, bieden. Dus ik hoop in de toekomst dat we dat wel kunnen doen. En iedereen praat erover. We zijn dus met z'n allen enthousiast. Er komen in het weekend van Koningsdag 3 evenementen op Veurland. Het stadeiland is dan het decor van verschillende dancefestivals. De feesten worden georganiseerd onder de naam Stadseiland Stek, dat sinds kort ook de invulling geeft aan het eiland tijdens de Vierdaagse feesten. Ja, we doen 3 aantal feesten, dus Koningsnacht of avond kunnen we beter zeggen uit je stekker. Dus dan gaan we 90s muziek, Eurodance, trance, wat house muziek en hitjes. Op Koningsdag hebben we de hele dag een festival. Daar gaan we aan piano, afro-muziek, maar ook hitjes weer en wat urban muziek en wat elektronische house platen worden er gedraaid. En dat is samen met de partij Frode, die doet het grote podium. En dan hebben we nog Huisvissa en Diaspora. En dan hebben we de zondag, wordt ingevuld door Playa Waalzicht. Uiteraard, Playa Waalzicht. Wat wij gaan doen is Caribische ritmes. De hele zondag staat dan in het teken van Latin, Caribische vibes, verschillende workshops, verschillende feesten, verschillende DJ's. En ook voor kids and family, weet je wel, dat dus wel kleine workshops, Zumba, noem het allemaal maar op. Maar het wordt met streetfood. Super tropisch. Dus het hele eiland, het hele sfeer verandert dan op een zondag na de Koningsdag. Koningsdag in Nijmegen speelt zich vooral in de binnenstad af. En normaal gesproken zijn er geen muziekevenementen op dit stadseiland. De organisatoren kiezen dus bewust voor deze locatie. Nou ja, we willen graag iets toevoegen aan Nijmegen. Ik denk dat er jarenlang veel mensen naar Arnhem en naar Amsterdam gaan met Koningsdag. En het is traditioneel natuurlijk een dag waar veel mensen erop uit willen gaan, een festival willen bezoeken. En wij willen eigenlijk middels deze 3 evenementen wat nieuwe muziekgenres toevoegen aan wat Nijmegen te bieden heeft. Het eiland is relatief jong als je kijkt naar het ontstaan. Het is net, de spiegelwal is net uitgegraven. Het is lekker centraal. En je ziet dat er ook een heel nieuw stuk Nijmegen erbij komt. Om aan te vullen op wat Paul zei. Het is ook Nijmegen is heel jong en bruisend. Dus er is ruimte voor meerdere evenementen, verschillende genres. En het eiland staat wat dat betreft nu precies centraal. Het is het nieuwe centrum, zeg maar. Het nieuwe middelpunt van het nieuwe Nijmegen. Ja, na weer een dag vol buien en ook nog eens de nodige wind, wordt het vanavond en vannacht wat rustiger. Het blijft vaker droog en de wind neemt ook in kracht af. Morgen begint de dag ook droog. In de loop van de middag en avond krijgen we dan wel weer te maken met nieuwe buien, die vervolgens later in de avond weer wegtrekken. En morgen wordt het maximaal zo'n 8 graden. Ook de zondag en maandag zullen nog wisselvallig verlopen met van tijd tot tijd buien en periodes met regen. Vanaf dinsdag lijkt het tijdelijk droog te worden en zal ook de zon er vaker aan te pas komen. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 23 februari. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update. Een aanloop naar de wedstrijd van morgenavond tegen Sparta. En aansluitend nog een reportage die ik gemaakt heb over de Pearson-rellen die op deze dag in 1981 plaatsvonden. Maandag zijn we weer bij je terug. Alvast een heel fijn weekend en graag tot dan!